Super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Ik heb vandaag een shoplog voor jullie. Ik heb een aantal dingetjes gekocht en ik heb ook een aantal dingetjes opgestuurd gekregen die ik graag met jullie wil delen. Ik heb spullen van de Monkey, van Stradivarius, van Xenos, van Naked. En ik heb nieuwe Nike's besteld, waar ik heel erg enthousiast over ben. Dus, mocht je benieuwd zijn naar mijn nieuwste aankopen, kijk dan vooral verder. Maar doe eerst dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En klik gelijk op het belletje, want dan ben je op de hoogte zodra ik een nieuwe video upload. Voordat ik ga beginnen met mijn nieuwste aankopen, wil ik even gezegd hebben dat ik hieronder in de beschrijving een link heb gezet naar een Hadza bord. Ik heb al in eerdere video's verteld dat ik sinds kort een Hadza account heb. En ik weet dat jullie het heel chill vinden als ik alle linkjes bij elkaar verzamel. Dus mocht je iets in deze video tegenkomen waarvan je denkt van sap, dat wil ik ook hebben. Check even mijn Hadza bord, want daar staat alles in. En als ik iets niet meer kan vinden omdat het niet meer beschikbaar is, dan probeer ik altijd een lookalike te vinden. Oké, dat gezegd te hebben, laten we maar snel met de shoplog beginnen. We hebben hier iets nieuws staan. Waarschijnlijk dacht ik van, wat is dat? Waarom staat dat zo dichtbij in beeld? Ik heb bij Xenos dit gekocht. Dit zijn neppe katoenbolletjes. En het zijn losse takken. Je kan ze per tak aanschaffen. In totaal heb ik er 3 gekocht. En ik vind ze leuk. Ik kan het heel lelijk vinden, maar je kan het ook heel schattig vinden. Maar ik vind het wel wat schattigs hebben. En ik heb ook een nieuw vaasje waar ik het in heb gedaan. Deze was 6 euro, maar volgens mij was er korting toen ik het had gekocht. Ik weet het niet zo goed. Maar ja, dit staat eigenlijk daarachter. Maar voor nu heb ik het eventjes naast me gezet. Dan heb ik ook een beetje iets leuks hier in beeld. Ik weet niet, is het irritant? Ik laat het nu gewoon lekker op de achtergrond. Oké, dat waren mijn nieuwste spullen van de Xenos. Niet heel veel, maar ik ben er wel heel erg blij mee. Dan de Monkey doos. Het is echt mega lang geleden dat ik iets van een Monkey heb gehaald. Voorheen was ik helemaal weg van hun flannels. Maar eigenlijk kom ik er niet zo vaak. Maar ik dacht, laat ik er gewoon wat op bestellen. En ik ben al, sinds dat ik me kan herinneren, op zoek naar de juiste broeken. En het werd mij aangeraden om eens bij de Monkey te kijken. En je raadt al, ik heb een nieuwe broek. Dit is een mom jeans, high relaxed. En ik heb hem ook wel gepast. Hij zit goed, wat voor maat heb ik. Hij zit wel een beetje aan de losse kant, maar ik heb liever ietsjes te los dan te strak. Deze was 40 euro en het is een maat 31. Dit is een zwarte mom jeans en hij zit een partijtje chill. Ik ben echt de laatste tijd into de mom jeans. De enige jeans die ik op dit moment draag zijn zulke soort jeans. Dan hebben we een paar schoenen. Ik ben altijd, maar dan ook echt altijd al fan geweest van zulke laarsjes. Helemaal in het najaar. Dus ik heb een paar Chelsea boots, heet dat toch? Ja. Ik heb een maatje 37. En het heeft ook een leuk patroontje. Dan heb ik een ketting. En eigenlijk ben ik niet echt een gouden sieradendrager op dit moment. Ik heb wel gouden sieraden, maar mijn voorkeur gaat sneller uit naar zilver. Maar ik vond hem wel heel erg leuk. Dus dacht ik, geef het gewoon een kans. We hebben een parelkettingje. En dat is dan gecombineerd met dit kettingje met het hartje. Dan hebben we een portemonneetje. En ik vind pasjeshouders echt super handig. Ik dacht even voor de afwisseling een nieuwe portemonnee. Ik kan hier volgens mij 3 pasjes in doen. In het midden heb je ook nog een vakje voor eventueel briefgeld. En aan de achterkant heb je ook nog een vakje. Altijd super handig. Dit komt altijd wel van pas. En dan het laatste item van Monkey is dit vest. Wat je ook gewoon als top of truitje kan gebruiken. Het is weer sweater weather en ik word er super blij van, want ik hou van truien. Ik heb nu ook een trui aan. Het is dus het vest en hij heeft knopen. Hoeveel knopen heeft hij? 3 knopen. Je kan hem natuurlijk losdragen zonder die knopen dicht te doen of gewoon dicht. It's all up to you. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. Ik had net al een paar schoenen laten zien, maar ik heb er nog één. Nou, eigenlijk heb ik 3 paar schoenen in deze video. Oeps, ik had zin om schoenen te bestellen. Maar dit paar wilde ik al een hele tijd. En ik heb hem eindelijk gekocht. Het zijn Nike's. En ik draag bijna altijd witte sneakers. Ik draag ook heel vaak mijn witte Fila's. En ook nog andere
kijken bij mijn schoenen. Reebok sneakers. Mijn Reeboks waren toe aan vervanging. Dus ik dacht, ik koop deze. En je raadt het nooit, dit zijn kinderschoenen. Ik heb dus maat 37 en dit is 37,5. En kinderschoenen zijn goedkoper dan zeg maar normale schoenen. Vaak is dat wel het geval. En officieel waren deze voor de kindermaat dan €140. En toen had ik ook nog studentenkorting gebruikt. Toen was ik iets van €112 kwijt. Ze zitten heel erg comfortabel. Nu zijn ze nog wit. Ik ben benieuwd hoe lang ik ze wit ga houden. Maar ik hou gewoon van witte sneakers. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Ik had die schoenen trouwens op JD besteld. Of GD, hoe zeg je dat? Ik heb niet alleen mijn schoenen daar gehaald. Maar ook deze sweater. Ik zag het en ik was online aan het shoppen op mijn telefoon. En Richie, mijn vriend, zei van dit is echt een Sabrina trui. Dus ik heb hem gekocht. En hij is zo zacht aan de binnenkant. Ik ben heel erg blij. Dan hebben we een aantal dingen van Naked. Onder andere het truitje dat ik nu aan heb. Dit is zo'n zachte trui. Echt vanaf nu tot aan einde winter zul je mij 9 van de 10 keer in de trui zien. Ik hou... ik hou met heel mijn hart van truien. Lekker comfortabel. Hij is lekker zacht. Meer heb ik er eigenlijk niet over te zeggen. Dan heb ik nog een trui. Misschien heb je het al op Instagram voorbij zien komen. Want ik heb deze dingen ook al op Instagram een keer gedeeld. Deze trui met een V-hals. Ik heb trouwens alle truien van Naked in een maat M. Een S'je zou ook nog op zich kunnen. Maar hij valt dan sowieso een beetje oversized. En met truien kan je nooit verkeerd gaan als het wat groter valt. Ik heb deze. Wat heb ik nog meer? Dan hebben we geen trui, maar een t-shirt. Maar wel met een V-hals. En ik vond het heel erg leuk dat die zo'n kant randje heeft. En dan hebben we mijn derde paar schoenen. Nog een paar hakjes. Wat ik zei, ik vind zulke boots heel erg leuk, maar het moet echt geen hoge hak hebben, want dan kan ik niet op lopen. Ik ben geen hakkenpersoon. Ik vind het gewoon heel erg prettig als mijn voeten lekker comfortabel in een schoen zitten. En tot mijn verbazing zitten ze oprecht comfortabel. Ik ben een beetje bang voor de kleur van deze schoenen, want ze zijn heel erg, niet wit, maar heel licht beige. Ik vind het super leuk. Alleen moet er heel voorzichtig mee zijn. Maar het zit heel lekker. De binnenkant is ook heel erg zacht, alsof er een soort van kussentje in zit. Nee, ik ben heel erg excited. Deze zijn ook in de maat 37 en ze passen gewoon top. Dan heb ik al dingen bij Stradivarius besteld. Zelf betaald, no spon. Dit is de eerste keer dat ik al bij Stradivarius heb besteld. Ik heb al eens in de winkel wat dingen gekocht, maar ik kom er eigenlijk niet zo vaak. Maar ik dacht, laten we een keer voor de verandering kijken. En ik zag oprecht leuke dingen. Alleen weet ik het nog niet zo goed met maat, want ze hadden wel een maat... wijzer dat je dingen kon invullen en op basis van een sommetje berekent hij dan je maat. Maar ik vond het heel erg lastig. Dus ik hoop dat ik de goede maat heb, anders moet ik het terugsturen en een nieuwe maat bestellen. Maar naast de kledingstukken heb ik ook een toilettasje gekocht. Toen ik hem zag online dacht ik, hey, dit is helemaal mijn stijl nu. En ik wilde nog een nieuwe toilettas. Ik heb al een aantal toilettassen, maar ik kan er gewoon niet mee omgaan. Ze zijn zo snel toe aan vervanging. Dus ik heb een nieuwe. Had ik het per se nodig? Nee. Wilde ik het? Ja. Dan hebben we een aantal oorbellen. En ik merk dat ik de laatste tijd niet meer zoveel oorbellen draag. Nu heb ik ook niks in. Maar ik wil het wel weer gaan dragen. En toen ik dit zag, dacht ik, motiveert mij dit? Ja. 8 paar oorbellen voor, volgens mij was het iets van €8. Maar vind ik nog wel meevallen. Dit zijn de oorbellen. Je hebt echt een combinatie van hangertjes en knopjes. Dus dat vind ik wel leuk. Dan kan je zo'n hangertje combineren met zo'n knopje. Nice. Ik ga straks gelijk een aantal dingen doen. Ik heb 2 gaatjes aan beide kanten. Maar ik draag echt nooit oorbellen. Ik weet eigenlijk niet waarom. Nou ja, ook weer wel. Want soms vind ik het irritant zitten. Ja, ik moet er gewoon soms zin in hebben. En nu heb ik er zin in. Ik heb een rok gekocht. Sabrina en een rok. Ja, ik ben best wel verbaasd. Maar sinds eigenlijk dit jaar vind ik rokken steeds leuker. Dus ik dacht, ik ga het proberen. Hij was €20 en ik heb een maat 38 besteld. Ik denk dat ik hem wel pas. Het is een simpel zwarte rok met knoopjes. Ik was bang dat hij heel erg doorschijnend zou zijn, maar ik denk dat het wel meevalt. Misschien een beetje. Dan heb ik een t-shirt. Ik vind deze zo leuk. Ook in een maat M.
En hij was 13 euro. Ik hou wel van astrologie. En dit is dan een zon met pareltjes. Ik ben echt bang dat die pareltjes eraf gaan. Ik moet deze ook niet in een wasmachine doen, denk ik. Dat ik hem gewoon met de hand ga wassen. Maar hij ziet er helemaal top uit. Kwaliteit, denk ik dat het wel goed is. We hebben dit shirt. Dan hebben we nog een t-shirt. Een zwart t-shirt. Als jij niet van neutrale kleuren houdt, dan ben je bij mij niet bij het juiste adres. Want ik hou niet van opvallende kleuren. We hebben hier een simpel shirtje. Maar hij heeft net zoals dat witte shirt van Naked een kantenprintje. Ja, van een afstand zie je het niet zo goed, denk ik. Dan lijkt het gewoon een simpel soort shirt. Ook in de maat M. Deze was een tientje. Dan hebben we een broek. Ook in het zwart. En dit is een flared broek. En ik ben echt een groot fan van flared broeken. Ik heb er 3, 4. Ik had er meer, maar die paste ik niet meer. Dit is een maat M. En ik hoop dat hij aan kan. En hij is heel erg netjes. Hij was dus 20 euro. En aan de onderkant is hij anders dan andere flared broeken. Want hij heeft een split. En ik dacht, dit is misschien wel leuk als je een leuke chunky boots eronder hebt. Of ja, als je deze eronder hebt, dan zie je er nog wat van. Andere laarsjes. Anders worden je laarzen zo erg bedekt als je flared aan hebt. Dus ik ben benieuwd of hij aan kan. Een update over de flared broek. Ik kan hem aan, maar hij zit niet helemaal top. Hij zit zeg maar best wel high-waisted. Hij komt echt tot hier. Hij had iets lager gekund en ik vind hem hier niet zo lekker zitten. Zit misschien iets aan de strakke kant. Terwijl ik het model zeg maar wel leuk vind en de onderkant, die split is ook heel erg leuk. Dus ik wil eigenlijk op zoek gaan naar een soortgelijke, maar die iets minder high-waisted is. Ik hou van high-waisted, maar dit vind ik gewoon iets te hoog, want hij zit hier en dit zit ook niet mooi. Zal ik even de realiteit laten zien wat voor ravage ik heb gemaakt. Kijk, hier alle dozen, spullen. Het lijkt zo clean, maar altijd als ik een shoplog opneem, zit mijn hele kamer onder. Leuk. Laat me weten wat jouw favoriete item is. Ik kan niet kiezen, ik ben echt excited over alles. Natuurlijk over mijn Nike's, want dat wilde ik heel graag hebben. Maar alles wat ik hier heb, ben ik verliefd op. Ik vind dit oprecht een goede shoplog. Mocht jij iets uit deze video ook willen bestellen, laat het dan vooral weten. En check ook mijn Hadsa-bord natuurlijk. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Doe een duimpje omhoog. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!